Dit is een podcast van AT5. De eerste minuten van Jordan Henderson zijn een feit. Hij heeft genoten, maar geldt het ook voor deze heren. We gaan dit en nog veel meer bespreken met Kokkie. Want ja, Kale die heeft natuurlijk de uitslag goed, dus die is ergens naartoe. Maar ook met special, special guest... Kavinsky, welkom bij de Kale en Kokkie podcast. Dankjewel. Welkom Kavinsky, welkom. Dankjewel, ja voor de tweede keer. Maar uh, ja, als ik uh, mijn haardrachtgenoot mag vervangen, dan uh, ben ik uh, altijd paraat. Want, uh... wel, wel terug op Heidi Men natuurlijk hè? Zeker, zeker. Ja, ja. want ik, wij hebben de reacties gelezen Kok. Dat ja. was wel uh, positief toen hè? Ja, veel, veel mensen die zagen het wel zitten dat de Kale, Kokkie en, uh, en Kavinsky uh, zou gebeuren dus wie weet, ja. in de toekomst, die weet het nooit. Het is wel leuk om hier te zijn. Ja, top. Uh, allereerst, heren, hoe gaat het ermee? Goed. Ah, ook wel goed. Ja, hoor. Lekker uh, uitkijkend naar Herenveen, uit, hè? Zeker weten. Dat gaan we straks bespreken. Ook uh, wil ik nog even terug naar PSV. Want ja, het was toch wel een. Uh, wat, uh, wat Freek Jans vorige week zei, natuurlijk wel een soort van belangrijke wedstrijd. Op een belangrijk moment van het seizoen. Uh, allereerst, hoe hebben jullie deze ajax week beleefd? Uh, ja, ik heb eigenlijk wel ja, genoten als je in, uh, in ogenschouw neemt uh, waar Ajax vandaan komt. Hè, met uh, de laatste plaats en, uh, en hele wedstrijden. dat we zelfs uh, in eigen huis niet meer het heft in handen hadden. Uh, nou, dat was nu misschien ook niet helemaal het geval. Hè. We, Ajax verwachten we normaal gesproken wat dominanter. Maar het zag er al, wat mij betreft, een stuk beter uit dan, de, dan, dan in eerdere wedstrijden. En ja, hopelijk kunnen we daar lekker op doorborduren. Ik, ik denk vooral dat je progressie zag bij veel spelers door Henderson. En dan heb je het met name over je backs Dat het niet van die, van, die, van die achterlijke gaten was. Het was niet en links en rechts. Rem maar naar voren en we zien wel. Weet je. je werd niet meer overlopen. De, 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 het, het stond. Oh. Ja, en hij coachte. Hij deed precies hetgene wat ik van hem verwacht had in wezen. Waar, waarvoor die jongen bij, bij de club kwam. Snap jij dan ook de kritiek die er heerst? Nee. Maar... Die kritiek die heb ik tot nu toe maar vanuit drie mensen of zo gehoord. Hè? Ja, maar het, en... is toch, het is toch gek hè? dat je dan inderdaad gewoon uh, buiten. We gaan, we gaan ze gewoon niet benoemen, want dat is al ze hebben genoeg podium gehad. Maar dat er ook nog andere mensen zijn hè, die op televisie dan gewoon gaan vertellen van ja, uh, wat heeft hij nou daadwerkelijk gedaan? Maar hebben zij dan een andere wedstrijd gezien? Of? Ja, misschien hebben ze niet zo'n kijker op de kant natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat wij dat wel hebben, maar ja, goed, nou, er zit de liefde uh, van hun club. En zeg maar, de haat naar Ajax, gewoon een eerlijke mening in de weg. Je nee. denkt toch niet dat Pierre van Hooijdonk iets reëels over Ajax gaat zeggen? Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, en ik weet niet of, of Pierre van Hooijdonk en ook uh, Affelij uh, de wedstrijden die hiervoor uh, allemaal heeft, heeft zitten kijken. En, en, en de, de gapende gaten die toen ontstaan zijn op ons middenveld onder andere. En dus dat. dat. Daar zit wel een, uh, een wezenlijk verschil in. En dan heb ik het nog niet over um, het snelle handelen en de passing van, uh, van, van, van Henderson. Want hij had ook uh, zomaar al gelijk een assist op zijn naam kunnen staan, als Veler ja. hem uh, ja. met zijn linkerbeen had aangenomen. Iets anders gepakt. Hè? Ja. Ja. Maar dan ja. heb ik wel een vraag naar je. Ik weet niet of die straks bij Janiek ook vandaan komt. Hoe zie jij nou het ideale middenveld? Als Juist. er ook van de bomen er is? Ja. En ook Vos is daar. Ja, dat vind ik een hele, mo hele moeilijke. Want ik ja. Ik denk dat je een van de twee dan uh, zou moeten slachtofferen. En ja, Vos is net terug van een blessure... en heeft nu een aantal wedstrijdjes in Jong Ajax weer gespeeld. Ik moet zeggen, ik ben echt fan van Sylvane Vos. In ieder geval ik van ook. de potentie ja. van Sylvane Vos, maar... Uh, tot nu toe die twee wedstrijdjes of drie wedstrijdjes in Jong vond ik hem nog niet. Uh, ja, waar van dus dan... voor zijn blessure. Nee, alleen ja goed, Van der Bomen die moet het ook wel weer laten zien denk ik. Hè? Die zag er natuurlijk heel goed uit voordat hij geblesseerd raakte. En ik denk dat dat voor nu wel een heel lekker complementair uh, spelertje is uh, voor naast uh, Henderson. Zo een ernaast. Denk ik, ja. En dan hebben we nog één plek over. Ja, dan zou je Linsson op tien kunnen laten staan. Of, dat je... of zou je Taylor daar zetten, net als Nederland zelf dan? Uh, nou, nee, ik... Ja goed, ik snap, ik zie echt wel de gebreken van Linson hè, aan de bal vooral. Maar ik vind dat hij met zijn uh, loopacties wel dusdanig belangrijk is. En ook in het druk zetten, dat, dat ik hem echt wel uh, op dit moment zou laten staan. En ik, zie, ik hoor wel wat jij zegt hoor, met mm. Telen die je bij Nederlands Elftal op tien heeft gespeeld. Maar daar heb je ze betere wedstrijd gespeeld. Hoor. Ja, ja. Bij Ajax hebben we nog, nog niet de Telen gezien eigenlijk die we, die we ja. vorig jaar hadden of uh, daarvoor. Ja. Misschien moet je het een tijdje doen. En me, misschien is het een klein bruggetje, maar uh, Bergwijn is nu geblesseerd. En ja. je speelt uh, in, in onze opbouwstructuur met één hoge linksback, eigenlijk. Waardoor de linksbuiten dan Bergwijn normaal gesproken heel naar veel binnen. naar binnen ja, komt. Dus he, eigenlijk meer als een soort tweede tien uitkomt. Ja. En ja misschien is er wel wat om hem daar te proberen. Ik denk niet dat hij dat gaat doen hoor. En ik weet ook niet of dat de beste optie is. Maar ja. het is wel iemand telen die die brobby heel goed weet te vinden altijd. Dat, dus dat. Ja. Om elkaar heen spelen daar. Ja. Wat, wat zou de beste optie zijn dan, volgens jullie? Om, 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 ik ja, heb er geen idee. Ik heb daar over die positie echt geen idee hoe ik die in zou vullen. Ja. Ja. En ja. Dat, dat hele middenveld, ik denk wel dat je naast Henderson iets zou zetten als een Van de Bomen of een Vos. Weet je, en ik, ik heb geen idee wat ik met die derde plek zou doen. En misschien zou ik nog eerder een Tahir of iets daar neerzetten. En dan, als, als Van de Bomen er nog niet is en als Vos er nog niet is, en dan een keuze maken of Taylor of ja. Lienson op tien ja maar die twee afwisselend met elkaar als zo was afgelopen keer vond vond ik ja niet, niet de goede doen vond. nee, nee en hoe, kan je dat verklaren dan want heb jij hij heeft wel goede dingen laten zien natuurlijk in het begin maar hoe kan dat toch dan leuk. Nee, nee. Ja, het is niet zwart-wit, hè? Want uh, hij is wel redelijk tweebenig. Hij heeft zo'n aardige basistechniek. En, ja. uh, dus je ziet wel, vind ik, als je, uh, dat, dat hij wel kan voetballen. En hij komt ook uit een hele goede lichting. Is op ja. de dag nauwkeurig even oud als Ryan Gravenberg. Uh, maar ja, hij is nu inmiddels richting 22 jaar. En dan zou ik eerder zeggen: oké, okay, Linson is ook nog niet af. Maar. Ja, voor, in, voor mijn gevoel is dat wel meer een team die we nu kunnen gebruiken. En zeker ook met, met Berghuis aan de zijkant. Die, die jongen doet in wezen, wezen ook prima wedstrijd. Ja, en ik snap echt wel als je het vergelijkt nu. Hè, dat, je moet niet te veel nu naar de concurrentie kijken, misschien. Maar zei Barry is wel een speler die bijvoorbeeld completer is. Maar ja, die is ook al richting 23 jaar. Ja, 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 ja. Dus waar is Linsson als die. Hè, we moeten nu toch gaan bouwen. Dan maar liever met spelers met potentie. En ik weet niet of Telen dan. Op de langere termijn een, een. Maar goed, ik wil hem ook niet afschrijven hoor. Maar ja, precies, want op het ja. moment dat je hem nu eruit gaat halen en dan de voordeel aan, aan Van de boom als hij fit is, en, en, en zon, is er dan niet de final nul in de coffin, zoals ze dat in het Engels zeggen? Dus dat je gewoon het, ja. ja. Dat je ja. hem echt dan afschrijft? Ja, dan gaat er op een gegeven moment toch één van die twee moeten banken. Als, als de. Van de boom er is, sister dan heb je Tahir of iets nog. Gaat of Taylor of Linson gaan dit keer richting het bankje. Ja. En wat ik me wel afvraag. In de transferperiode hadden we natuurlijk veel over dat, dat Misuiers die weg zou gaan. En dat Ajax dat Babadi zou halen. Ja. Ik ben benieuwd of dat nog steeds speelt hè. Ja, geen Wat ik begreep is dat hij ook wel behoorlijk wat tekengeld vroeg. Uh -huh. En ja, je weet ook wel wat je in huis had hè. En hetzelfde voorbeeld geldt voor uh, Madumbo, uh, of Idumbo Muzambo. Ja. Ja. nu weer... He, dat was even tussen Station, station Ajax. Zonder de oogsten door is naar uh, Sevilla. Ja, het zegt ook wel weer iets over je, over je mindset. Misschien. En ik vind Babadi absoluut een, een, een goede speler. Hè? Misschien... Ik denk dat hij een stapje verder is. Als het wat wij kunnen. hebben. Ja, het zou kunnen. Ja. Ja. Maar je haalt wel, uh, je haalt wel een, een talentvolle speler in huis, dat inderdaad. Goed. Maar qua mindset bedoel ik meer, van als hij nu ook al haast heeft. Uh, hou je dan niet een, een, een soortgelijk geval als. Uh... Heb je over een, een jaar, ja. anderhalf jaar. Ja. Het volgende akkefietje. Dat kan. Ja, ja dat kan inderdaad. Het is, dat, ja. dat lijkt me ook wel erg is het, is het Waarom zie spelers Ajax nu eens tussenop? Helemaal in deze periode. Ja. Ja. Zaakwaarnemers, familie, die die jongens hoger plaatsen als dat ze zijn. Hè? Als jij thuis en je omgeving jou de koning vindt en vindt dat je altijd moet spelen. Altijd dit, dat en dat. Dat kan niet op. Ik denk dat die jongens vergeten... als je naar de Manchester City gaat of Liverpool of noem het maar op... je bent alleen wisselgeld bij een transfer. Weet je, iets halen en dan <Klacht> ruilen ze je in. Ja, als jij daar niet met de status binnenkomt... Ja... Dan hebben ze hier voor de breedte, voor de dingen. En er zijn er maar heel weinig die daar vandaan nog bij Ajax, PSV of zo weer terugkomen. Het merendeel is Fortuna, Pek Zwolle, Kambuur, noem het maar op. Einde van je, van je veelbelovende carrière. Ja. Als je nu bijvoorbeeld Gravenberg hoort gisteren. Die het ja. gewoon echt, ja. echt moeilijk heeft bij Liverpool. Ja, Bayern-Muursje werd al geen succes, Liverpool niet. Was toch bij Ajax wel ja. een en... beetje wat toen die de deur uitging. Ja, ja, Kijk ja, naar Donny van de Beek. Op okay. mensen ging het niet goed. Nu niet ingeschreven. En al dat soort jongens hebben wel overwogen een stap gemaakt. Maar die waren al wat bij Ajax toen ze weggingen. Die waren zijn natuurlijk wel spelers die nog enigszins, en zeker van de Beek, nog wel uh, carrière hebben gemaakt bij Ajax. Zeg maar. Dus nog ja. succesvol zijn Waarom? geweest. En dat vind ik dan nog wel oké. Dat is een redelijk grote meneer de deur uit. Ja. En toch hebben ze het toch moeilijk ja. bij die grote clubs. Ja. Ja. Om, om in de selectie te komen, om maar speelminuten te komen. Maar in, in die zin snap ik wel. Ik bedoel, tis, kijk alleen wij zouden en, en uh, echte ajax zouden hun hele leven bij Ajax willen spelen. Uh, maar ik snap best wel dat, dat er spelers of talenten zijn die Ajax als tussenstap zouden zien, maar niet de tussenstap. Ja, je bent 16 je kan je eerste ja, ja. contract tekenen. En dan ga je voordat je überhaupt kan oogsten, ga je alweer weg. Ja, dat, dat is ook uh, uh, een beetje ondankbaar, vind ik. Maar goed, het gaat uiteindelijk, het is hun eigen carrière. Die andere voorbeelden die jij noemt zijn inderdaad wel voorbeelden... waarvan, het, waarvan blijkt van ja, oké, okay, je moet dus nog wel echt top top zijn om, om... Wil je echt naar die top kunnen. En dan nog. Ja, en zelfs dan nog inderdaad. Ja, ja, maar van al die je... jongens ja. die weggaan. Hè, want ja. ook sieg daar ja. niet, daar niet, daar... Denk ik dat Veldman de beste keuze heeft gemaakt. Ja, ja was ook niet, zeg Veldman maar... ging niet naar de top. Die ging naar een club die 6e, 7e stond in Engeland. Veldman staat altijd als ja. hij fit is, op wedstrijdformulier wedstrijd voor een manier speelt, wordt daar gewaardeerd. Ik ja, denk hoe die ik fans dat over hem praten he, Dat hij de, de beste keuze heeft gemaakt. Goed beleid ook daar, hè? Ja. ja. En En dat is ook voor zaakwaarnemers, voor familie, denk ik heel belangrijk wat je aan jonge spelers mee moet geven. Waar laat je ze naartoe gaan? Tuurlijk is Manchester City mooi of Bayern München of weet ik het wat. Ja. Maar als zelfs een de licht nog niet zeker is van zijn plekje, wie, wat, wat denkt de volgende dan dat je even daar zo maar spelers toe komt? Zo. Ja, en hoeveel wedstrijden die ja, in de Champions League gespeeld hebt voor, uh, voor Oranje en dan stel ze dan nog niet zeker van het plekje. Maar je ziet ook hoe groot die selecties zijn. Als je kijkt de, de selectieformulieren van een Bayern of een City, waar ook tientallen nog jeugdspelers toch ondervallen. Daar moet je eerst mee gaan. Je bent met, met nummertje, misschien 30 ja. Ja. op de lijst. Ja. Financieel zul je geen medelijden met ze hoeven hebben. Nee, maar, uh, Vaak hebben sportief. dat soort clubs ook niet echt een tweede helft al. Nee. Dus het is trainen, trainen en uh, hopen dat je een keer aan de beurt bent. En anders dan weet je dat je vroeg of laat ingedaald wordt. Ja. Ja. Ik even, wat vind je van de situatie van Missouri dan? Ja, ik, kijk, Missouri is een van die spelers waar ik ook. Uh, ja, uh, Eerdere jaren ben ik, was ik iedere zaterdag op de toekomst. En, Kijk, mijn gezinssituatie laat het niet toe om dat nu iedere zaterdag nog uh, te doen. Uh, maar dat was wel een speler die ik in de C-junioren heb zien spelen... waarvan je denkt, nou daar kijk ik naar uit om hem te zien komen. En eh, tussendoor heb ik hem uh, steeds meer zien komen... en heeft gelukkig op zijn zestiende een contract getekend. Hè? Dat voorbeeld wat ik net aanhaalde. Nou, nu speelt hij in, in jong Ajax, is ook geblesseerd geweest. Dus, uh, maar daar begon hij langzaam te laten zien dat hij mogelijk rijp was uh, voor Ajax 1. En dan is het wel... Heel teleurstellend dat inderdaad, uh, nou ja, vooral wat ik begrijp vanuit zijn omgeving. Um, er wordt steeds met aanvullende eisen komen. Met, ja, dat, dat er wordt van verwacht dat hij een basisspeler bij één zou moeten zijn, et cetera. Ja, en dat zelfs uh, zijn zijn uh, vorige zaakwoorn uh, uh, zijn handen ervan af heeft getrokken. Ja, weet je, eeuwig zonde, maar uh, ik bedoel, dit, dit proces is natuurlijk niet van gisteren. Daar zijn ze al maanden mee bezig. En op een gegeven moment denk ik dat, dat je ook je handen ervan af moet trekken. En dat doen ze goed bij AX. Dat. dat uh, een signaal moet afgeven van: Oké, okay, misschien ben jij mentaal niet uit het juiste hout gesneden om bij Ajax te, te slagen. Alleen tegelijkertijd is dan wel heel dubbel dat je een speler van zijn lichting terughaalt van Dortmund. Ja. Maar goed, ik kijk er ook wel weer erg naar uit. Dus, uh, ja. En dat zijn nog vrienden ook hè, van elkaar. Ja, ja. Ja? ja, maar is er dan niemand die, die met die jongen kan praten? Dat, Want... dat is wat ik me altijd afvraag. Als je zo'n jongens alleen hebt, zonder zaakwaarnemer, zonder familie, zonder dingen, wat wil zo'n jongen nou zelf? Want het is vaak wat je ook nu, Kevin hoort zeggen: de, de familie wat dat maar poest. En hem ziet als. Hè, hij is zo goed, hij moet in het eerste, hij moet vaste plek. Ja. Zo werken dingen niet, jong. En, en misschien lopen we nu op de, op de zaken vooruit. Maar we hadden het net over bergwijn, die uh, dus uh, weken eruit is. Nou, ja. maar zes weken. Nou, de, de, de medische staf van Ajax meldt dat, dus dan zal het wel tien weken zijn. Ja. Maar. Um, Mischien is een speler die hem ook makkelijk van vanaf links had kunnen kopen. Zeker op de manier zoals net benoemd. Ze kunnen schuiven, elf ja. anders invullen. Gods is ook nog geblesseerd. Had me niet verbaasd als die nu al, uh, als, als ze er eerder uit waren geweest, dat hij al wat minuten had gekregen ja. op die plek en. Ja, Forbes is ook een beetje een brokkelpiloot op die plek. Dus ja, het ja zeg maar. Het maar wat dat gaat worden. Ja, dat is veel rennen. Maar ik bedoel, een andere keuze heb je nu niet echt. Ja, is, is Marta geen optie dan? Want die heeft natuurlijk linksback gespeeld. Dan ja. misschien links voorin. Misschien iets geen meer zijn, uh, Ja, Je hebt van e Axel Dongen nog, maar die is of geblesseerd of onderweg. Ja, ja. <laughs> dus uh, het is, uh, het is ja. allemaal niet ideaal. Uh. We moeten nog kijken hoe hij het in gaat vullen, man. Ja. Nee, ik ben wel benieuwd. Als we terugkijken van de wedstrijd van PSV. Hoe vonden we Broby? Ja. Zoals we hem de laatste weken vinden. En zoals wij hem... Ik, ik volg dan Kevin in veel andere dingen ook en hij is ook een, een voorstander van Brian Robbie en ook in het begin van het seizoen toen kreeg zowel hij als wij hier van alle kanten weerstand hè, omdat we maar Robbie bleven mensen zagen dat niet ja en ik denk dat je nu nu kan je het niet, niet zien nee. ja hij is ook wel fitter en beter en zit er ook lekker in. Ja. ja ja voor ja. de goal in het begin was het wat gehaaster toen zeiden we ook als je wat meer rust krijgt ja. wat meer overzicht ja maar tegen PSV miste hij ook wel ja. nog twee kansen. Waarbij die te volle snelheid, dat valt ook niet mee. Je hoopt ja. natuurlijk dat dat, uh, dat dat ook verbeterd wordt. Maar hij legde ook nog drie ballen klaar. Voor, voor Linson met ja. zijn borst. En, en voor Telen. Nou, ja. Voor Berghuis had hij de assist. Dus als hij dat ook nog aan zijn spel kan toevoegen. Ja, zeker met zijn rug naar de goal. maar met die ruimte in uh, voor hem. Is het heel echt een, uh, een complete spits aan het worden. Ja. En uh, ja, ja. dan ben ik benieuwd hoe, hoe lang je hem. Uh, kan blijven houden. Ik hoop dat hij hierna nog een jaar minimaal ja. kan blijven. Maar... Ja, we hopen dat hij gewoon ook vandaag weer luistert. Hij moet gewoon ja. Ja. zijn verstand gebruiken en na dit jaar nog een jaar bij Ajax ja. ja. blijven. Ik denk dat het wel een verstandige jongen is hoor. Als je ook ziet hoe die reageert. Hij is gewoon volgens mij een hele nuchtere nou, gozer. Ik denk dat Kevin en ik hem anders maar even apart moeten nemen. Nou, ik hoop dat hij ook geleerd heeft van zijn eerste ja. fout. Waarbij hij ook, uh, do, uh, vind ik, denk ik, gemanipuleerd is door mensen die daar heel veel geld aan overhouden. En, ja. Ja. en ik zeker, uh, jouw betoog van net nog maar eens een keer dertig keer luisteren, dan... Uh, dan moet het wel goed komen. Ik denk dat hij hier gewoon, als hij, als hij hier blijft, of misschien 1, twee jaartjes, gewoon zich zo ontwikkelt. Ja. He, wat, kijk, ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, maar uh, hij heeft geen goede aanname, hij heeft goede dit, maar ja. hij compenseert toch ontiegelijk veel met dat gigantische lichaam van hem. Hij is verschrikkelijk sterk, hij is verschrikkelijk snel, hij is verschrikkelijk doelgericht. Weet je, welke spelers hebben dat allemaal en dan? wie welke spelers hebben en de fysiek en de dingen wat, wat hij heeft. Ja. Weet je, je hebt Iedere speler heeft pluspunten en minpunten. Ik, ja. ik denk dat hij gewoon moet wachten tot hij prijzen wint bij Ajax. Ik, ik hoop en dan of. op een gegeven moment zijn stap maakt. Maar hij is nog steeds een jonge jongen. Ja, maar dat is het gekke. Heel veel mensen beoordelen hem als hij al 26 is of zo. Maar hij is nog ja. hartstikke jong. 22, hè? Ja, ja, jij zegt inderdaad zijn aannames is zo. Maar ik vind ook zijn technische handelingen zijn dit seizoen ook een stuk verbeterd. ten ja, opzichte van van vorig seizoen. En, Waar zie je nu een spits die én van 50 meter kan komen? Het wat, wat, ja, lijkt me niet lekker als verdediger als je weet dat hij ieder moment bij je kan vertrekken. Maar ook uh, als je hem voor je hebt in de 16 meter, dat hij uh, zelf kan draaien. Hij nou, heeft hij al een aantal keer gedaan, maar ook derde man zoeken. Ah, levensgevaarlijk. En uh, ik denk dat geen enkele verdediger, maar ook op Europees niveau, uh, niet graag uh, tegen hem staat. Als hij aangespeeld wordt en hij gooit dat lichaam ertussen, ja, hoe wil je dat verdedigen? Ja, precies. Want hij draait van je weg. Als hij met je gaat lopen, is hij 9 van de 10 keer sneller als welke verdediger dan ook. Ja. Dat is lastig hoor. Ja. ja, hij zoekt je inderdaad op en dan ja. probeert hij natuurlijk met zijn handen achter zijn rug, probeert hij even vast te pakken. En op het moment dat je dan erin stapt, dan ben je weg. Ja. Ja, wat je alleen zo'n zo jongen ook nog gunt, is dat de scheidsrechter wat meer ja. opletten. Eigenlijk zouden ze in Zeist hem eens als voorbeeld moeten zien. Want het is 9 van de 10 keer dat de overtreding op hem gemaakt wordt ja. en hij krijgt hem tegen. Ja. En dan gaan ze fluiten als hij dan erop op reageert. Maar ik denk als speler dat dat echt frustrerend is. Tuurlijk. tuurlijk. Als jij gepakt wordt en je, en je draait er zo nog weg. En dan kreeg jij hem tegen. Ja, kom oh maar jongens. Hij is sterk, dus dus, ja. do, dus maar afluiten, is volgens mij ja. het, uh, het ja. advies. Ja, het mooie was natuurlijk tegen haar dus dat die jongen op zijn knieën achter ging aan, aan zijn broek. Nog zijn enkel ondertussen breekt. Ja, en dan, uh, ja. ja het, is, het is bizar. Maar uh, Hoe vonden jullie eigenlijk Soetalo? Ja, ik wil niet. Uh, maar goed, ja, ik vond hem. Uh, ik vond hem best wel behoorlijk spelen eigenlijk. Het is jammer dat hij aan de bal mag het voor mij allemaal nog wel iets meer naar voren. En je zag nu al, vond ik, dat hij behoorlijk werd geholpen door Henderson. Uh, maar verdedigend. Uh, ja, je kan zeggen dat hij bij die 1-1 betrokken was als tegengoal Maar. Ik vond dat die verdedigend wel redelijk zijn mannetje stond. Iedere keer in zijn nek. Hij, hij kwam een keer ervoor bij, bij, een aantal keer ervoor, bij de Jong onder andere. Ja, hij gaf ook nog een keer een voorzet die op Zuid -1 belandde. Maar ja, goed, als je dat allemaal gaat, gaat, van, tegen elkaar af gaat strepen, denk ik dat hij wel gewoon een ruime voldoende heeft gescoord. En ik hoop ook voor hem ook weer. Ook was hij aan de lijn, toch? Ja, en dan ja. en, en, gaat toch weer over Henderson. Ik denk ook dat het met hem te maken heeft. Dat, dat het voor hem ook. lekkerder is. Want Henderson is ook constant aan speelbaar. links, metertje rechts. Het valt niet op. Maar hij we hoorde wel bij de drie spelers die de meeste kilometers uh, ja. hebben afgelegd. Zeg maar, dus. maar denk je ook dat het komt omdat eh, Henderson is natuurlijk binnengehaald. als nu de grote man. De grote aankoop. Daarvoor was Soutado natuurlijk de grote man. Denk je dat er wat druk heeft afgenomen bij, bij Soutado? Ja. Ja, ik denk dat vooral de ervaring van Henderson. Dat dat voor heel veel spelers druk wegneemt. Iemand die gewoon praat en zegt: oh, rustig, gewoon inlever de bal. Hij, Henderson is aanspeelbaar. Die maakt zich niet nerveus. Daarvoor had hij Tahirovits daar staan, wat ook nog een hele jonge jongen is. Ja, klopt. Dus als Soutalo die bal kwijt moest, en hij duwde hem bij die jonge jongen, die schrok er ook weer van, waardoor die bal verloor en de bal weer kwijt was en dat soort dingen. En nu heb je één, voordat hij aangespeeld wordt, weet Henderson al waar hij hem naartoe speelt. En dan kan, dat kan drie meter verder zijn, maar hij zorgt wel dat de bal in de ploeg blijft. Ja. Ja, dat dat is, vind ik ook een groot verschil. Hè? Want als Taylor en Tahirovic spelen, gaat Taylor vaak veel te hoog staan. Is, zal het zal misschien opdracht zijn. En Tahirovic als enige zes tegen de Eagles uitkwam, dat ook Vindelijk, heel erg tot beduid. uiting. Nou, die is ook niet constant aan het zoeken naar het vrijlopen. En dat vond ik bij, in die laatste fase dat Van der Bomen er nog bij kwam. Die had dat wel heel erg. Die wil constant die bal uh, opeisen. En Henderson heeft dat ook. Dus ja, ik ben daarom ook wel heel benieuwd naar als die twee constant kunnen afwisselen. Ja, uh, dat twee hem elke keer kan geven en kan leggen. Ja. Dus ja. Ik, ja goed, het is, het is nog een uh, theorie allemaal, maar ik wil het wel zien. Dus in ieder geval wel weer. Een, uh, ik, er hangt een positief gevoel mee. Uh. Ja. Want ook, jullie kijken ook wel positief natuurlijk terug op die wedstrijd nu dan als ik het zo Absoluut, de, met de, Bijna alle Ajaxiden die ik spreek, die zijn positief. Ja. Is alleen de rest eromheen en, 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 en zwaaluw verhaal en dat soort gelul. Je ja. wil gewoon weer een beetje kunnen bouwen. Hè? En dat, ja. dat, is, dat begint bij, vind ik ook bij Gooien, die uit het niets, uh, ook. Twisten voor veel mensen misschien uit het niets, Lek is opgepopt. En speelt. speelt met scheid uh, ja. en, en, en Henderson daarbij. En, en dan hoop je dat ook jonge gasten, dus. Nou ja, Hato, die wordt al niet eens meer genoemd. <laughs> die zo, uh... nee, vergeet hoe jong die is, hè? Ja, hoorde je Henderson, dat is schrok van die ja. leeftijd. Ja, hij ja, is gewoon weer aan het bouwen. En, en maar ik... ook voor zo'n hato is, moet dit fijn zijn. Hè? Ja. Dat het niet meer ja, allemaal tuurlijk. op jouw schouders komt. hè Dat het niet meer voorloopt voorloopt. Ja. De... Hey, maar en het is ook wel lekker dat Sosa wel een keertje goed... Uh, ja, dat wilde ik helemaal hè Want op een gegeven moment gaat de range eruit. Nou, wij zaten in die groep onderling. Zaten we te zeggen, nou, nu is het tijd natuurlijk voor uh, Kaplan. Ja. Dat ik die bij jong toch wel heb... een paar, paar leuke potjes zie spelen. Ja. Ik denk: schuif je Aato door, aan daar, hou je het redelijk dicht. Uh, ja. Ja. Eentje het misschien het... toch voor de veilige oplossing ja. en dan komt Sosa. Nee, 100%. En één ding hoopte ik in ieder geval niet, en dat is lullig voor. Dat is volgens mij een heel guitig ventje. Marta, alleen verdedigend, kun je er net zo goed een kratje bier neerzetten, natuurlijk. <laughs> ja. Dat is. Dat is... Ja, daar kan, kan hij Marta, niet zoveel aan doen, maar... Nee. Marta als linksback is, is niet wat je moet winnen, nee, denk ik Nee. Je. En dat is een, inderdaad een heel aardig ventje, prima ventje, maar ik denk niet niveau de Ajax wil zijn. Laten we dat ze het voorop stellen. Ik snap wel dat ze het geprobeerd hebben. Want doe als dat, rechtsbuiten doe. dacht ik ook heel vaak, nou ja, dat wordt geen Ajax 1-speler. En nee. nou, doordat ze toch hebben geprobeerd als, als linksback... Ja, in de eerste wedstrijd vond ik hem nog ineens heel slecht, maar... Ja, het is niet inderdaad, denk ik, wat jij zegt, AX1-niveau. Maar alsnog kan het natuurlijk een leuke eredivisie spelen worden. Dat, dat denk ik ook. gun ik hem van harte. Ik denk uit, dat die jongen een leuke carrière krijgt. Maar ik denk dat het niveau waar we terug naartoe willen, ja. dat hij daar niet in past. Nee. Maar goed, terug naar Sosa. Sosa die valt in. Die zit er een paar keer wel goed tussen. Uh, hoe vonden jullie hem dan? Welke indruk maakte hij op jullie? Ja, ik vond, hem, ik vond hem goed spelen. En ook aan de bal uh, behoorlijk. Kijk, hij is niet super snel. En normaal gesproken houdt het, laat het een beetje te wensen over als hij terug moet lopen of ja. verdedigende acties in moet zetten. En dat vond ik nu ook heel behoorlijk. En, ook aan je, het einde nog. Ja, ja, en hij heeft die voorzet. Die kwam er nu niet, niet, niet echt uit. Hij ging hem ook al te vroeg geven. Dat kreeg hij op zijn kloten, volgens mij, van Henderson onder andere. Dat vond ik wel mooi om te zien. Want als je in een lege 16 een voorzet gaat geven, is vaak uh, ja. lopen tegen een counter. Ja. Maar in, in een, uh, een andere wedstrijd dan kan het ook wel weer een behoorlijk wapen zijn. En hij kan ook, als er wat ruimte Ligt dadelijk, misschien ingeveen uitkomen, ja, maar ook die die die, uh, die bal geven in de diepte voor Brobby, of of dadelijk misschien als Forbes uh, uh, speelt, dus hij heeft gewoon een lekkere trap in zijn poten. En ja, hij was natuurlijk ook ontevreden. Hè? Vlak voor de wedstrijd liet hij dat weten dat hij gewoon meer minuten wil maken, ja. dat hij gewoon nu uh, niet lekker is en dat soort dingen. Dat dat irriteert, het begint wel bij hemzelf, vind ik. Ja, maar het ook, was, ik ook er... absoluut. Ja. En ik vind alleen dan nu met zoiets. Dat je misschien als coach moet zeggen. Dra draait om, he. leg de bal bij hem. Ja. Oké, okay, ik ga je twee, drie wedstrijden tijd geven. Dan begin ik met jou. Laat het maar zien. Ja. Verbaas me, overtuig me. Weet je, ge geef die bal aan die speler. Zeg gewoon: jongen, jij wil spelen. Laat zien waarom ik je hem op moet stellen. Het is ook, kijk, in Duitsland was het gewoon een, een, een speler, kennelijk. Ik kende hem niet hoor. Maar nee. die ook genoemd werd bij grotere clubs. Dus, en een Kroatisch international dat kun je je niet voorstellen. Ook al is het misschien meer een wingback-type uh, in een 3-5-2. Maar je kan je niet voorstellen dat dit het is wat wij hebben gezien. Nee. Nee. Alleen als je hem vervolgens tegen Goat Eagles uh, achter zijn man aan ziet shoppen. Ja. ja. Dan snap ik ook wel op een gegeven moment dat je voor andere spelers die, die Dan misschien houdt een keer op. Hè? Ja, ja. ja, En Hato had ik niet gek gevonden. Ik ook niet. Alleen ja, ik denk dat de overwegingen van Schippie zijn dat hij dat de opbouw in de as uh, door Hato verzorgd wil zien. En, en wat vind ja. jij met, met Kaplan nu? Ja, is het vind... heel raar om Hato eens een keer te wisselen na 60 minuten? Ja, dat vind... Hato ook eens een keer een beetje gespaard wordt en dat je Kaplan eens een keer 30. Als je bijvoorbeeld straks nou tegen Herenveen op 2-3-0 staat. Is het toch helemaal niet raar ja. om ook Hato een keer even eraf te halen? Nee, ik vind het ook niet gek. Kan nee. Hato ook en en dan zo'n jongen een keer een minuut te laten maken. Maar je, je kan het hem dus nooit van tevoren zeggen. Ja. Dat het niet een wissel is omdat hij niet goed speelt. Maar dat juist sparen. een wissel om zo'n gozer een beetje rust te geven. En ook zijn opvolging eens een keer minuten te laten maken. Ja, hey, Die gozer alleen maar een jong zet. Nee, 100%. Ik vind, hij zal ook wel een beetje uh, uh, uitzicht willen hebben op een plekje. Of in ieder geval op speeltijd bij Ajax 1. En ik denk wel dat het iemand is die... Kijk, we hebben vorig jaar ook een hoop rotzooi gehaald. We zullen snel vergeten. Hij heeft, in ander, hij heeft anderhalf jaar geleden gehaald. Best. Voor 10 miljoen hè. Ja, en, maar het is wel een speler waarvan ik denk dat hij... Hij is nog heel jong. Die het zou kunnen halen. Het is wel een handicap dat hij geen Nederlands speelt. Hij heeft inderdaad Hato voor zich. Uh, maar goed. Misschien komt Di Janssen eraan, ook een begnadigd talent, ook op diezelfde positie. Dus het zal misschien moeilijk zat worden. Maar ja, ik, ik, wat jij zegt, ben ik het helemaal mee eens. Geef hem eens een keer een kwartiertje. Maar hetgene wat je een jong ziet, vind ik, vind ik echt wel sterk. Ja, ja, je je ook. hoort ook veel hè, Turkse mensen die, die de jeugd, elftal en zo volgen, die zeggen echt van dat is echt een super groot talent. Ja. Hij blijft ook wel geduldig. hè. Je hoort hem ja. nooit... Nee. Ik ook geen Turks, maar... Nee, maar, maar ook van die, niet, die dingen wat naar de buitenwereld komt. Hij blijft gewoon rustig. Ja. Ook niet met geloof van als ik niet speel, wil ik weg. Of dat soort dingen, wat je natuurlijk bij nee. veel van die klanten... Hij zou, uh, hij zou een goede mentaliteit hebben. Nee. En, uh, dat betekent ook tijger, hè, Kaplan, in het uh, Turks. Dat is dan een oh ja. uh, woordje wat ik wel weet, maar... Oké. man Oké, goed, dus we hebben een positief gevoel over gehouden in die wedstrijd. Um, ja, waar, waar gaan we naartoe bouwen... Waar denken jullie dat we naartoe kunnen gaan bouwen met dit elftal? Welke vastigheden zouden jullie erin willen creëren? Um, Je ja, had net het middenveld al benoemd. Hè? Achterin dus gewoon wel, als een rentje fit is, een Rens op rechtsback of Goyer. Ja, ik vind op dit moment niet een uitgemaakte zaak, eerlijk gezegd. Ik ook niet. Uh, Rens zou je ook nog... Ja, je zou iedereen nodig hebben, denk ik, in die ja. laatste fase. Maar als je ze toch elf A wil horen, ja. Rens kan in wezen op, op al die posities uit de voeten. En ik denk dat dat... Aan ja. de ene kant natuurlijk heel prettig is, als je zo'n speler erbij hebt. Ja. Die me altijd wel ergens in kan passen. Maar laat gewoon je maar eens even staan, weet je. Zolang hij het goed doet en dat soort dingen. Waar Ajax naartoe gaat, ik denk dit seizoen zo, naar plek drie. Ja? Ik denk dat we daar met z'n allen naartoe moeten werken. Ja. PSV is weg. Ik denk dat Feyenoord ook weg is. En je moet gewoon tegen Twente en Azet je, je focus op die, op die plek 3. Ik vind Twente zo'n onvoorspelbare kracht of zoiets. Dat ja. je denkt van ja, of het een realistisch doel is om met hun te meten nu. Aan de ene kant zie je ze voetbal, ik vind nou. Aan ja. de andere kant denk je ook van nou, die zijn ook al weg. Maar... maar moet je kijken hoe ver je achter stond toen je onderaan stond? Zeker. Ja. Er was laatst een lijst gemaakt van uh, de, de ranglijst onder schip. En dan. Dat zag er wel interessant uit. En krijgen ze nog thuis, dus dan heb je ook, ook geen excuses. Ook, ook, ook je, moet, dat, je, moet, je moet winnen dan. Hè. Maar, ik geloof dat ze nog drie uitwedstrijden hebben. Ja, ja joh, je kan er heel lang maar, over lullen. Maar, maar, maar. tegen de grotere jongens. Ja, kijk, derde moet het doel zijn. Daar ben ik het helemaal maar, mee eens. Alleen, ja. Dat je in elk geval die voorronde Champions League haalt. Ja. En dan gewoon wat jongens lozen waar je vanaf wil. Wat, wat gerichte aankopen. Niet kopen om het kopen, maar gewoon kopen omdat er versterking is. Die voorronde Champions League ingaan. Hopen dat je dan... Ja, ja, daar niet meteen de, de, de sterkste krijgt die erover blijft, maar... Je hebt het bijna wel nodig hè, om weer herop te bouwen. Ja, absoluut. Ja. En, en ik denk als je dat wel weer gaat spelen, Champions League... dat je ook heel gauw weer terug kan naar hetgene waar we wezen willen. En, en speel je weer een jaar geen Champions League, maar Europa, Europa League... Ja. ja, dan ga je financieel wel, wel een stapje terug blijven. Dan moet je gaan snijden. Ja, dat, absoluut. Moet dat. Ja. Hey uh, Kokkie, ze zijn genomineerd, hè? Ja. Podcast Award, traditionele top 3. Wat wil je de luisteraars ja, vragen? Ook, ik uh, zag iets voorbij komen. Maar ja. Wij hebben de vorige keer zo ongegeneerd gelobbyd dat ik, uh, <laughs> <laughs> dat ik dat nu niet meer ga doen. Ja. En jullie hebben vorig jaar gewonnen, hè? Dus, uh, ja, dan kregen we nu hier. Toen waren we twee maanden bezig of zo, denk ik. Zoiets. Ja. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen, stem op Kaal en Kokkie, want jullie hebben de vorige keer ook voor ons geopperd. Kijk. Uh, kijk, kijk dus ik gun het jullie ook van harte hoor. Ja. Dat is wel het mooie, hoe het gaat met die, met die, met die podcast, vind ik. Hè? We hebben jou natuurlijk al eerder te gast gehad. We hebben, ja. we hebben Thijs te gast gehad. We hebben bij jullie gezeten met de kerst. Ja. Vorige week heb je Freek Jansen hier. Ja. Het is wel mooi hoe dat onderling naar elkaar is, vind ik. En, of elkaar niet in de weg te zitten. Nee, toch? Joh, allemaal. Ja, ja. Je, wil, je wil allemaal hetzelfde: dat, dat Ajax terugkomt op een plek waar we. Het zijn, we zijn allemaal supporters, laten we het zo zeggen, ja. weet je. En uh... zo is het. Zo is het. Ja, het ja, ja. is wel mooi inderdaad om te zien. En uh, voor de, ik hoop dat AT5 het uh, in de link zet onder deze video. Maar heb jij ook al gestemd? Heb ik en gestemd. een beetje rondgestuurd in je vriendenkring. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Je kent mij. Ik ben en de dat meeste. Dat Bart ook wel gedaan hebben, natuurlijk. De meeste lobbyer in, uh, in de groep. Ik stuur naar <laughs> iedereen toe. Weet je, je ik, ik kan alleen nergens zien naar een tussenstand of iets. Hè? Je kan je werkelijk helemaal niks zien. Hey, je moet je ook nee, maar afvragen of het altijd klopt, hè? want bij ons won, uh, won de koning. En daar gelooft natuurlijk niemand. Nee, ja, ik bedoel, de, nee. de laatste koningshuisgezinde personen die ik kende, dat waren mijn opa en oma, god, god hebben hun en Die hadden niet eens een computer, dus hoe in hemelsnaam hebben zij gewonnen? Die beelden He? ook bij jullie, dat, dat je thuis hoort zeggen, wie stemt ja. er nou op de koning? Ja, daarom. <laughs> en toen komt ja. dat, uh, dat hun dus gewonnen hadden. Ja. En hoe je dan die mimiek van thuis ziet veranderen echt in één keer zo van... Huh? Ja, ik was te lam ja. om het door te hebben, maar... Uh, ja, ja, helemaal... Jij maakt er wel een leuk feestje van. Ja, ja zo is het. Ja. Wereldavond gehad. Ik besefte me dat het nooit meer voorbij ging komen tussen al die automaten. <laughs> Hier in de Vorstin, hè, in hè, Dat was ja, leuk. Maar koud toch, jongen. Ja. Maar joh, voor deze prijs, ik gun het jullie van harte. Dus uh, ik hoop dat jullie hem pakken. We gaan het maar weer afwachten. Hey, uh, even terug naar... Uh... De transferperiode. Kevin, hoe, heb jij, hoe kijk jij terug op die periode? Vind je dat ze wat anders hadden moeten doen? Of ben je wel tevreden over wat ze nu gedaan hebben? De winterperiode hebben we het over, ja, hè? Ja. Ja, ja. Um, nou, weet je, ik ben wel tevreden eigenlijk. Want als je Henderson weet te halen en... en, en dat is wel grappig, op de laatste dagen hoop je natuurlijk stiekem nog op misschien wel een, een becky of een rechtsbuiten. Uh, maar... Um, als je Henderson op de laatste dag presenteert. dan denkt iedereen: wow, weet je, dan val je achterover. Maar dan is de. de, de ja, denk toch een beetje verzadigdheid. Um, ja, dan had Ajax natuurlijk waarschijnlijk moeten verkopen. En dat, was, dat, dat lag natuurlijk een beetje in de lijn van. Verwachting, dat, der verwachting dat er misschien wat ging gebeuren. Maar een beetje te laat allemaal uiteindelijk. Ja, en maar goed. linksbackje had ik er wel graag bij gewild in de vorm van. Taklifico is ook geprobeerd. maar waarschijnlijk met een laag bot. omdat er eenmaal niet veel meer is. Maar ja, als, als, omdat het, wat ik begreep, omdat het laat was, ja. stonden ze daar ook niet te springen om hem weg te doen. Hè? Maar dat is ook een tactiek natuurlijk. Dus een soort dat zij heel snel moeten uh, handelen. Of ze ja. uh, take it or leave it. En ik begreep dat Lyon ook best wel wat uitgegeven heeft. Dus die kunnen ook wat geld ja. ff, gebruiken. En uh, Tickler Fico heeft natuurlijk niet ja. heel veel restwaard. Dus ik snap wel wat erachter zit. Maar ja, goed. Als je Sosa ziet invallen uh, tegen PSV, dan hoop je weer dat daar. Uh, ja, dat daar progressie ziet wel. Hoop, ja. Maar het tactieven was geweldig geweest. Dat, uh, dat, dat vind ik. Voor ook. alles, vind ik ja. voor de ja. voor, voor de hele club, voor de supporters, voor de boost die je krijgt. Ja. nog, nog zo'n zo gegeven erbij. Ja. Dat heb ik graag gezien. Ja. Graag. ja. En, en na de aankomende transferperiode, ja, hij is nog heel ver weg. Maar welke speler zou je zo zeggen afscheid van nemen? Klaar. Uh, ja, er zijn er wel een paar. Denk ik. <laughs> Um, nou ja, ik hoop dat je van al die gasten zoals, uh, zoals Medic. Maar ook, ook jongens die je erg op de begroting drukken. Zoals ja, Bergwijn. Ik bedoel, die, die trekt zo'n beetje 5 miljoen. En uh, ja, die hebben wij binnengehaald. als een hele andere speler geworden dan dat hij in eerdere jaren was. Dat gaat nooit diep. Uh, hij heeft echt wel op bepaalde momenten zijn waarde gehad. Maar ik denk wel dat. Kijk, bij PSV zag je Bakayoko, dat is wel een jongen die alles op de hoogste snelheid doet en diep gaat. En als je dan op rechts speelt met een speler als Berghuis, die wil strooien, dan denk ik dat het wel heel belangrijk is dat je op links... Nou ja, eerder hebben we met uh, Promes of Neres iemand gehad. Die gaat. Die gaat. Ja. En, en, en iemand die dan <kwijnt> en wat minder verdient. Ja, Forbes. Heb ik mijn twijfels of die dat zou kunnen zijn. Maar ja, ik denk dat je dat soort spelers ook wel een beetje naar moet kijken of je daar kan... kan uh, ja, doorselecteren is misschien niet het juiste woord. Maar... Ja, ik denk, denk ja, dat dat het goede woord is. Ja? Dat je gewoon, dan heb je eens een jaar in je groep gehad. Nou, is dat waarmee je verder wil? Ik denk niet. Ja, Afila is jammer natuurlijk dat hij geblesseerd is, want die zal je ook in de, ja. Ja. In de zomer niet kwijtraken. Maar ik denk dat je allemaal wel gezien hebt dat dat niet de spelers zijn wat we als Ajax nu graag willen. Zie je in en, Forbes niet, echt geen potentie? Nou, ja, we zitten wel heel potentie, jong, hè? maar ik hij is weet echt niet. Jong. Of het voor het, het spel wat Ajax wil spelen. Of het daar de juiste speler voor zit. Ik snap wel wat jij, wat jij bedoelt ook hoor. Want als je hem beelden van vorig jaar ziet, dan speelt hij in, in de, ja, de Jeugd Champions League. Dat is best wel een aardig niveau. En hij scoorde aan de lopende band bij City onder 23. Dan was het wel absoluut een, een talent. Maar als je hem dan weer drie keer over de achterlijn ziet lopen, dan ben je er ook wel weer snel van genezen. We hebben Ajax nou, ja. ook een keer een goede goal gemaakt dat hij snelheid op die keeper ja, het afmaakt. Die jongen kan wel wat, maar ik weet niet of je hem in een... Ik denk dat hij in een counterploeg veel beter tot zijn recht komt dan bij Ajax. Als natuurlijk je natuurlijk een sterke Ajax hebt, dan speel je heel ver op de helft van de tegenpartij. En dan heb je niet zo heel gek veel aan iemand ja. die verschrikkelijk hard gaat rennen. Want dan is het wat Karel zegt, de stadiondeur en dan, ja. dan rent hij eruit. Er is en... nu nog te veel, uh, veel uh, Ikea ja, als je die nog ik, kan je, herinneren. Ik ja. denk dat je wat meer voetballend vermogen moet hebben voor die, uh, die plek. Maar goed, het kan ook hè, bedoel, we zijn vaker verrast en ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar nu Bergwijn eruit ligt ja, gaat ja, hij drie, weken de tijd. Ja, een serietje krijgen en misschien hè, krijgt hij nou ook vertrouwen van, maar goed, hij wordt er niet heel veel gepolijst van. Alleen ja, vorig jaar zijn er ook heel veel mensen geweest die Bobby afgeschreven maar hebben. Maar laten we ja. ons maar verrassen. Daarom, heel graag. Ik bedoel inderdaad, hij is nog jong ik, er, ons maar hij heeft de snelheid, ja. maar ja inderdaad, wat gaat, hij, uh, wat gaat hij ermee doen? Hij krijgt denk ik wel de kansen. Ja, dat denk ik ook. Dan gaan we vooruit kijken naar nog de wedstrijd. Eén vraag als ik terug mag komen. Ja. Op die transferperiode. Zeker. Je hebt nu veel dingen die hoor jij net zoveel als ik de trainer volgend jaar. Tja. Juist. En sommige mensen beginnen nu allemaal omdat Ajax een paar keer wint van van het Schip op die plek laten staan. Ja. Ik denk als ik heel eerlijk ben, ook naar wat van het Schip zelf al gezegd heb, dat dat niet is wat van het schip ambiëert. Van het schip wil volgens mij terug in de functie die hij afgesproken heeft met Ajax. En de dingen wat ik links en rechts opvang, zijn de gesprekken met trainers. En er schijnen wel goede namen tussen te zitten. Grote namen tussen te zitten. Ja, ja, dan ben ik wel heel benieuwd wie die namen zijn. Ja, zo. Ik ook. Alleen als, als je dus een grote naam uh, kan pakken, die uh, echt bij, bij het DNA van Ajax past, daar bedoel ik mee, verzorgd voetbal, uh, hoge druk vooruit. Uh, dan, dan zou ik het absoluut voor opperen. Kijk, ik zou geen Mourinho willen bijvoorbeeld. Al zou je er misschien wel succesvol mee kunnen worden. Maar Zijn manier van voetbal is niet nee, Ajax. -voetballen. Ik zou er niet, niet blij van worden. Maar ja, ik, ik hoop gewoon heel erg. En ik heb wel eens, ik, vind, ik, bedoel, ik ben fan van het trainers Talent De Vos. En misschien is dat te vroeg, die stap voor hem. Maar. Een vakidioot die constant uh, met het voetbal bezig is. Die niks aan het toeval overlaat. Gecombineerd met misschien iemand die uh, streng op de groep de vader, man zit. Een erbij. Ja, en, en iemand die zeg maar, van het schip kan dat wel. Als je de managementfunctie uh, misschien uh, deelt met een assistentfunctie. Bergkamp heeft het in het verleden gedaan. Ja, uh, ja hij is wel en iemand je die... Die wel er wel bij, houdt bij, je bij Omdat hij ook wel met de ploeg wel... Uh... En de spreekwoordelijke arm over de schouder. Het lijkt me wel echt een goede man voor erbij. Alleen ja. als hoofdtrainer... Ja, maar misschien zo'n old school manager rol, inderdaad. Als je iemand gewoon hebt die eigenlijk alleen maar, zoals met Ferguson. eigenlijk alleen de kleedkamer in kwam bij de wedstrijden. Kom. voor de rest op kantoor bleef en de training en alles werd geleid dan door ja. de, de rechterhand in principe. Maar ik ben echt zo benieuwd wie ze bedoelen met die grote namen. Ja, ik zou het ook niet hebt durven willen weten. Jurgen Klop? Die, die... Nee, maar. Misschien moet je het in het Sports Entertainment Group uh, uh, rijtje zoeken, hè? zeg. Als je ja. Alex Kroes heeft daar uh, zijn achtergrond. Maar ik weet niet wie er allemaal in dat uh, Ja, ten acht zit daarin. Maar nou, ook onze vriend van Manchester uh, uh, de City. Die hebben in het verleden wel gezegd dat hij. Uh, ja, maar zou. Ajax, uh, uh, interessant. Ja, ja maar ja. ook zouden zulke managers. die met zulke kwaliteit spelers. Je kan niet zeggen dat Cardiola met de minste werkt. zouden die kunnen werken met uh, Soutalo? Uh, met Forbes. Met, met, ja, weet je, met jongens waarvan je toch denkt van. Hm, ja, ik, ik durf het niet eens te dromen. Maar ik zou van. Zou zo'n man het als een uitdaging zien? Zo'n man die, die bij een club zit waar je alles kan kopen wat je wil. Nou, je zegt ik wil die hebben, ik wil die hebben, wil die hebben. Dan kom ik. Dan regelen ze dat. Je krijgt het hele team en ga ermee aan de gang. Of vind je het leuk om juist een keer met bijvoorbeeld een Henderson en, en nog een ervaren jongen. Een team met hele jonge talentvolle spelers naar je hand te zetten. En in twee jaar. Naar een bepaald niveau. Dat, dat vraag ik me af. Ja. Ik ben zelf iemand, ik vind een uitdaging leuk. Ik zou niet altijd voor de makkelijkste weg kiezen, dat heb ik nooit gedaan. En ik kan me voorstellen als trainer, als je dat allemaal meegemaakt hebt en gedaan hebt, ja, dat je wel eens het, het omgekeerde wilt. Ja, het, zou heel, uh, romantisch, het is in ieder geval een romantisch beeld en ik, ik, ik durf er bijna niet van te dromen. Want en hetgeen, ik, ik vraag me af, ja. grote namen, dan denk ik, wat zijn grote namen? Nou ja, ik denk dat je dan in de categorie... Uh, ja, als, wat ik een grote naam vind, maar die nog enigszins... waarvan je nee, dus Henderson, die dachten ook dat hij niet haalbaar zou zijn. Dus maar bijvoorbeeld ik... Louis-Henrique vind ik alsnog uh, ja. een trainer die verzorgd voetbal uh, ja. laat zien. Het past ook helemaal dat, binnen het AX, ja uh, maar ja, ik durf het ook niet te zeggen. Hij met de mooiste voetbalnaam. Zinedine Zidane. <laughs> ja, zou dat een goede trainer zijn? Dat weet ik nee, niet. Ik heb geen flauw idee, maar... Lijkt me, hij wil drie keer de Champions League gewonnen met Madrid, maar... uit hangbord, ja. Dat, dat kunnen jij ja, ook. Ik wil zeggen, ik denk ja. dat jij ook de Champions League... Ja, die maar ik bedoel, ja. gehoord, dat, is, dat is ook nou, ja. weer de selectie die zo man tot zijn beschikking hebt. Ja. Ja. En je weet het in bij Guardiola is het wel iemand die echt zeg maar, doorgeborduurd heeft op Kruijff en die innoverende dingen heeft gedaan dus, dus backs naar de binnenkant en dat is dan weer maar hij begint elke keer met, met nieuwe dingen die ja, werken. God. En dat ja. is wel heel uniek hoor en um, ja, ik kijk behalve Ajax bijna geen ander voetbal, maar ik, ik voor, voor City wil ik nog wel eens gaan zitten omdat ja, maar gewoon dat, die die spelen af en toe wedstrijden dat je bij gaat denken hoe dan joh. Ja. Dat, dat lijkt wel of je de PlayStation aangezet hebt. Zeker. Ja. Daar hebben uh, gewoon niks te vertellen, gewoon nul. No. Gewoon een heel ander uh, ja. ja. Next level. Ja. Nou, ik ben benieuwd daar. Maar mocht uh, Schip wel volgend jaar nog uh, aan de zijkant zitten, zouden jullie daar dat tevreden mee zijn? Ja, ik vind het lullig om te zeggen nee. Omdat ik, ik waardeer hem ontzettend uh, voor wat hij doet en gedaan heeft. En uh, hij is echt de ideale man op het juiste moment, denk ik. Alleen, ja, ik hoop eigenlijk dat, er, dat, dat als we de volgende stap willen zetten. Dat daar een andere naam bij komt kijken. En dan, en dan hoop ik ook dat hij gewoon betrokken blijft bij het hele proces. Dus ja, het is een beetje oneerbiedig en ik hoop niet dat het uitgeknipt wordt. Maar ja, uh, nou, misschien ik... moet je het wel juist, zoals jij het zegt, ook als respect na van het schip, juist niet hem hoofdtrainer laten. Dat hij deze periode afsluit, als hij straks derde is geworden, heeft die man het fantastisch gedaan. Ja, zeker. Ja. Dat hij, hoe hij je teruggehaald hebt, teruggebracht hebt, de jongens die hij een kans gegeven heeft, heeft hij het fantastisch gedaan. Laat dan een ander daar volgend jaar op verder bouwen. En geef die hem inderdaad de functie die hij wil. Of zoals Kevin zegt, betrek hem wel bij eerste. Maar niet als het uitgang wordt. Ja, want ik denk dat de spelersgroep, als de, de kiesspelers ook wel gehoord zullen worden. Wat zouden die zeggen op dit moment? Ik denk dat ze wel positief over hem zijn. Ja, dat klinkt heel lullig, maar ik vind wat de spelers vinden vaak niet zo relevant. Uh, bedoel, over over, over Schreuder hoorde, over, over hoorde je ook niet per se. Schreuder <laughs> Schreude wel, maar over ja, Stijn hoorde je niet <laughs> altijd slechte signalen. Maar ja, dat kan ook zijn omdat ze niet het, het snot voor de ogen hoeven te lopen, zeg maar. Ja, een aardige man en dat soort dingen. Maar ja. ja. en, en... goed, daar hoorde je wel een beetje, als we echt ge 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 gevraagd uit... terugwekkende kracht. Ja, daar ja. tactieken, dingen, dat toch? Ja. Zeg maar van. Hmm. Nou ja, misschien, kijk, je hebt nu niet, ja, Henderson vind ik een absolute aanvoerder. Maar je hebt niet echt een groep met. De steunpilaren die wel, vind ik, dat had telefiek kunnen zijn. Je moet eigenlijk een klein clubje steunpilaren hebben. En als, als, als zij het daarmee eens zijn, dan vind ik het al een heel ander verhaal dan de groep mensen die we nu uh, uh, als team hebben. Zeg maar. ja, zoals we het bij Ten Hag hadden. Ja. Die in München daar even op zijn slaapkamerdeur klopte. Er stond daar Taditz, uh, ja. Blind. Blind. En, ja. uh, en Klaassen, volgens mij. Ja, andere koek. En die zeiden: van, Joh, het is allemaal leuk wat je zegt en doet, maar dat gaan we niet doen. En als je nou eens het zo en zo gaat doen. en die, die, die gingen gewoon hem coachen. Nou, dat is een goed gesprek geworden. Hij heeft naar hun geluisterd, hun naar hem. Ja, en toen zag je wat. Dat is samenwerking, gebeurt. hè? Ja. ja maar dan moet je wel jongens doen, ja. die jongens die, hebben. Die, die de ballen hebben. en het verstand hebben om daadwerkelijk dat te doen. Daadwerkelijk op te staan en ja. het ook zeggen. Ja. Dan gaan we toch even naar de wedstrijd van uh, Heerenveen Ajax dit weekend. Wat voor wedstrijd verwachten jullie? Het is natuurlijk Heerenveen is zo'n vind ik ook zo'n gekke ploeg. Ik moet ik eerlijk weet zeggen het, als je straks een voorspelling goed hebt. Je ja, ik wou zeggen. Dan volgende week op vakantie. Dan kan je, je koffers ja. pakken. Nou, dan ga Hij staat in de meer mij kale zit in uh, in Ierland. Ja, nou, dan ga ik voor uh, 1-3, maar ik moet zeggen, ik ben nog niet heel erg bezig met de wedstrijd aan uh, zich. Ik ga er wel heen, dus het is voor mij altijd een heerlijke uitwedstrijd in die zin. Dat het een stuk rijden is en uh, het leent zich voor lekker veel zuivere zuiptijd. Dus een koelboxje mee. En, uh, en uh, één ah, iemand moet nog rijden. We hebben een chauffeur. Dus, uh, en het uitvak is ook echt goed in een hoek zonder ja, netten. zijn er over uit wie de chauffeur wordt voor de bus? Ja, we zijn er uit inmiddels. Ja. Maar jij bent het niet. Hè? Ik ben het <laughs> niet, nee. Dus het wordt maandag wel weer moeite, denk ik. Uh, maar, en het uitvak is altijd uh, is, is goed daar. Hè? Dus geen netten, geen, 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 niet van die achterlijke Ketering, schermen. catering is normaal daar? Ja. Dus ja. Nee, het is een heerlijke uitwedstrijd altijd. En ik vind, ja, het staat een beetje te boek als, als, als moeilijke uitwedstrijd. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat we er heel veel... Uh... Nou, de laatste 9 of 10 jaar niet, volgens mij. Nee. nee, als er geen sneeuw ligt, dan gaat het goed. Ja. En wie, wie moet zij op goal zetten? Zij? Ja. ja die, onze onze die... oude vriend staat erop, hè. Ze hebben we nog ja. wel met Kaal en Kokkie barbecue gehad. Mickey van der Hart ja. gaat kiepen. Ja. Want, ja, Van mij mag ze het nopper te wel neerzetten. Ja. Bijzondere wending. Hoe ho ho kan dat nou? Even, even een ja, side-deel. Hoe kan vorming hele... Dat kan je niet uh, zomaar. Uh... Echt bizar, hè? Het ja. kan ook zijn dat ze hem er wel neerzetten. Dat hij weer de wedstrijd van zijn leven kiept. Dat ja. weet je ook niet. Maar Mickey is wel echt. Ik zie toch? Of Mickey ja, is, ja, hij, ja, ja. Als hij ons dan nog een keer wil helpen, zoals uh, zo. met Eagles uit. <laughs> met Eagles, ja. <laughs> ja. Mickey is ook is echt, echt een aardige, aardige gast. Geloof ik, ja. ja. Goede lichting was dat ook, hè? Ja. Met Klaassen en Danceville en Dijks en, uh, en uh, Lijon. Uh, ja. ja, leuk ja. man. Ja, fietsje natuurlijk uh, daar nog bij. Toch uh, het Van de Harten niet helemaal. Ja. De de is leiden, een beetje, uh, ja. Net niet, hè, met Van der Harten. Ja, bij keepers is het denk ik altijd wel lastig. Hang je hebt net van wat je voor je hebt, hoe lang ja, je moet ja. wachten. En, ja. Hey, Kokie, wat denk jij uh, qua voorspelling? Een keertje geen tegendoelpunt. We houden een keer een clean sheet. Maar ja, je wow. weet het. Ik heb er nog nooit een vakantie gestuurd. Dus het zal bij mij wel weer uh, dag hier maar duurder dan worden of zo. Maar als het nou uh, 1-3 wordt, wat, wat, waar kan ik dan wat winnen? Ja. Nou ja, hier, uh, kan je bij A5 je koffers uh, declareren. Oh. En dan, dan... Dat er niet ergens ja. Met of zonder gezin, want dat vind ik ook nog ja, wel leuk. Dan heb ik wat uit te leggen. Oh, ja. Kalim, maar dat is Ierland, hij ging alleen volgens mij naar ja, Amerika. Naar Florida. Ja. Niet verkeerd. Maar dan mis ik wel Bodo uit, denk ik. Als dan, uh, ja. dan, dan blijf je dan Bodo Je kan hem nog aanpassen, je kan er ook uh, ja, 1-8 ja. van maken. Ja. 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 Ik hou hem 0-3. 0-3, wauw. En jij? Ja, dan ga ik toch weer mijn koffers pakken, want dan zeg ik uh, 1-2. Toch weer tegen -go? Ja joh, het moet toch een beetje spannend blijven? Tegen -go, toch niet dit keer. Bart, help me. Nee. Oh, <laughs> De een stem heeft hij eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ja, Bart die schrikt, die denkt, dan gaan ze mij straks op vakantie sturen. <laughs> en wie gaat dat geluid regelen? Hé hey, uh, heren, we zitten denk ik, uh, voordat ze bij at 5 uh, schrik zitten we op de tijd... Maandag gaan minuten. we, we Kalen even bellen in het filmpje. Ja, dat, leuk. Dat weet hij. Dan gaan we hem uh, even vragen hoe de eerste whisky en uh, cognac en dat soort dingen bevallen. En, uh. Mooi. Nou, top. Kevin, hartstikke bedankt. Ja, jullie bedankt. En uh, bedankt dat ik uh, mijn uh, haardrachtgenoot heb mogen vervangen. <laughs> Altijd uh, toe. Altijd top. <laughs> ja. Hart, jij ook bedankt voor de mooie inbreng van net. Uh, alle kijkers, we willen jullie natuurlijk vragen. Alsjeblieft, stem op ons, de traditionele Top 3 Podcast. Ik hoop dat het linkje hieronder te vinden is. Voor de rest zien we jullie volgende week weer. Adios. Ciao. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer podcasts van AT5 beluisteren, bijvoorbeeld over de Amsterdamse politiek? Check dan het gesprek met de burgemeester met politiekverslaggever Nicolai Brennan. Abonneer je nu.